Moet het plastic vrije festivals heten? Ja, het is eigenlijk belachelijk dat je zodra je een bepaald hek van een festivalterrein doorgaat, dat ineens alle normale regels die we hebben. Helemaal plastic vrij. Kan dat? Ik ben hier met Simon Wit en Jeroen van der Kolk van C-Vents. Op een gegeven moment zijn we naar onze studie allebei gaan reizen. In Australië, om te surfen. Was mijn geld op en toen belde Simon. Kom, ik heb je hulp nodig. Ik moest al, ik had geen keuze. Toen hebben we daar samen een half jaar aan de Gold Coast gewoond. Elke dag gesurfd natuurlijk. Dus ik werkte inderdaad al voor een klein bedrijfje die festivals aan het afvalvrijmaken was. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om C-Vents op te richten. Dat concept hebben we gewoon eigenlijk naar Nederland meegenomen, naar Europa. Om hier op te schalen en uit te voeren. Maar de initiële motivatie is om ja, afval uit onze playground te halen, uit de zee te houden. Dus er is ook steeds meer vraag naar niet tot je enkels diep in dat plastic rondbanjeren op zo'n festivalterrein. Hè? Ja, de bezoekers die worden daar ook wel meer bewust van. Die accepteren dat ook niet meer echt. En als je als festival nog serieus genomen wilt worden, moet je ook wel wat dingen aan duurzaamheid doen. Er gebeurt ook al heel veel natuurlijk, maar het wordt ook steeds normaler voor bezoekers dat festivals daar verantwoordelijkheid voor nemen. Moet het plastic vrije festivals heten? Helemaal plastic vrij denk ik niet, maar vooral single use plastic vrij. Waarom willen we single use plastic vrij? Ja, tegen die weggooi mentaliteit eigenlijk. Die beweging van hop, om dat te transformeren in ik heb iets van waarde. Dat kan een herbruikbare plastic beker zijn. Die waarde heeft, dus de statiegeld op, dus dat breng je weer terug naar de bar. Duw me even helemaal lekker in die lens. Bang, dan zie je hem. Op het moment dat de bezoekers zich aanmelden om een bandje te krijgen, krijgen ze meteen die hardcup erbij. Dus daar hoeven ze de eerste keer geen statiegeld voor te betalen. Of ik heb een bordje met een bestekje en nog wat etensresten, die gooi ik in de composteerbak, want die wordt daarna gecomposteerd. Voornamelijk gebruiken we suikerriet, of althans adviseren we de cateraars om suikerriet te gebruiken en dun hout. Dat gaat het makkelijkst door onze composteermachine heen. Hoe die machine eruit ziet, dat zie je hier. Ja. De machine maakt er binnen 24 uur compost van en dat geven we weer terug of aan de festivalbezoekers of we gebruiken het naderhand om het festivalterrein te herstellen. Maar wij zetten voornamelijk in op suikerriet en dun hout. Dat zijn die witte, viltachtige bordjes. Pak er net een. Hier, ja. Deze. Ja. Ja, dat is inderdaad een. Die moet je dus niet onder een plant zetten. Ja, dus de bezoeker is klaar, die heeft gegeten, er zitten wat etensresten op, wat bestek, die gooit het in ons afvalstation. De inhoud van die afvalbakken worden naar onze composteermachine gebracht. Bordjes gaan de machine in en binnen 24 uur hebben we er een bruikbare grondstof van gemaakt, compost. En we maken het leuk. Ja. Heel belangrijk. We maken het leuk, want we hebben allemaal jonge vrijwilligers die ons helpen, die de mensen aanspreken, die ervoor zorgen dat het festivalterrein schoon blijft. Die helpen met het composteren, die helpen met het uitdragen van het verhaal. Wat vooral nieuw is hieraan is dat we concreet ook iets doen met de alternatieven die er nu zijn voor plastic. Dus los van het zorgen dat het festival materialen gaat gebruiken die dus niet meer plastic zijn, hebben we nu ook een oplossing dat daadwerkelijk de moeite is om al die biologisch afbreekbare materialen in gebruik te gaan nemen, omdat we er ook echt iets mee kunnen doen. En we krijgen mega veel vragen ook, hè, van hoe moet ik dan thuis composteren? Of ja. Maar hoe zie ik dan of iets recyclebaar is? Dat kunnen we dan allemaal laten zien op het festival, want we hebben gewoon een heel recycle station. Iedereen gooit uiteindelijk zijn materiaal in de afvalbak. Ja. Op zo'n festival. Ja. Uiteindelijk, ze kunnen niet om jullie heen. Precies. Ons eerste jaar hebben we gewerkt op Wonderfield, Klassiek Muziekfestival, Liquicity, Drum & Bass Festival, Zomerparkfeesten, Sci-Fi en Savannah Festival. En dat is eigenlijk onze favoriet en dat is waar het vorig jaar allemaal al begonnen is. Ik hoor wat. Mijn telefoon. Ja, telefoon. Oh. Oh, je moet weg. Een heel lang uitgesnoeste wekker of zo. Ja. Als je nou hierdoor geïnspireerd raakt en je denkt, ik wil die twee surfers wel uitnodigen voor mijn volgende festival. Kijk hier beneden, daar kan je de contacten vinden. Heb je andere vragen, opmerkingen, kan natuurlijk ook, laat het hieronder weten. En geef even een duimpje omhoog voor dit filmpje. En abonneer als je alles over het echte verhaal van plastic wil weten. Oh.
om hem helemaal af te maken hebben we ook nog onze Stub Pocket Ashtray, de zakasbak. Want sigarettenpeupers zijn natuurlijk ook single-use plastics en het is enorm vervuilend voor de natuur, zeker als ze eenmaal of in de duinen zoals bij Savana of op het grasveld bij andere festivals, als iemand daar 3 keer overheen loopt, dan krijgen ze echt niet meer uit de grond. Dus dit is onze oplossing om ervoor te zorgen dat er geen peuken meer...